Ik kots. Oké. Hallo allemaal. Hoi. 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 We zijn hier in Suriname voor de opnames van Tuintje in mijn hart. En toen, toen hadden we een beetje tijd veel. En zoals je kan zien, dit is Samira. En die kwam met het briljante idee om de cinnamon challenge te doen. Om de cinnamon challenge, te doen. En ik ben een good sport, dus ik doe mee. Dus samen. Jij mag deze vasthouden, okay. Die is voor jou. Ja, het is een good sport, het was haar idee, hè? Dan zegt ze nu dat het een good sport is. Ja, dat ik meedoen, want normaal gesproken zou ik hem gewoon uitdagen. Dit is Surinaams kaneel, zou dat anders zijn? Misschien is dit heftiger. Misschien zit hier nog Madame Jeanette in. Dat je gewoon bauxiet aan het eten bent. Je snapt dat ik nu fucking veel heb en jij echt gewoon een stuk minder hebt. Oké, wacht. Ja. Ik weet dat de hype al lang voorbij is, maar ik was hier sowieso wel heel nieuwsgierig naar. We zijn graag spuit 11, dus cheers. Cheers jongens. Ik kots. Ik heb gekotst. Ik heb gekotst, Sam. Sorry. Ik ben super. Ik ben gewoon aan het janken. Ik heb gekotst. Lekker dit. Proost. Proost. Oh. Ik heb een wasbak. Oh, sorry van je keuken, Sam. Oh. Holy fuck. Ik dacht echt, ik hou hem nog best wel vol. Ik hou hem en dan komt die keel. Als die keel is weer de lul. Ik denk dat ik gewoon gewonnen heb, dus. Hoezo? Jij was als eerste kapot aan het gaan. Maar ik heb wel gekotst. Precies. Ik dacht echt, dit kan gewoon. Dit kan met je hele bek staan. Je hele, het komt in je keel. En als die je keel is, dan gooi je de sjaak. Nou, wat vond je ervan? Ik zeg top. Iedereen doen. Iedereen doen.